Ik ben het toonbeeld van gezond. Ik eet granola. Ja, en jij drinkt mijn koffie. Zit je vanavond? Ja. Jij kookt. Ik heb vooral dommelend op de bank doorgebracht. Vanzelfsprekend. Zeg, lukt het jou vandaag die argumentatie nog af te krijgen? Ja. Kut. Hallo, mij. Allard. Voel je je goed? Wij hebben uw ex-vrouw inmiddels gesproken. En hoe laat? Ah, en? Verdenken jullie er? Die wordt behoorlijk kleiner dan nu. Ah, denk ze ja. Op die tour. Goed. Nou, ze heeft financieel altijd heel goed voor zichzelf kunnen zorgen, hoor. En nou kan ze opeens niet meer werken. He? Gelooft u het? Die kapperszaak, die is niet voor niet, toch? Nee, dat is echt Olga's ding. Hey, wat doet u eigenlijk? Ik heb ook een zaak. Ik boek artiesten, DJ's en organiseer feesten en zo. Het gaat goed. Ups and downs, man. En hoe is het nu? Up of down? Wow. Medium. Ja, altijd goed. Kijk, wat hebben we vandaag? Een Chateau Le Martissac van 2005 uiteraard. Zeg maar niks, maar kom maar door, ja. Ja, een Italiaanse Barbaresco. Goed, 30 flessen van die Barbaresco. Een uitstekende keuze. Dankjewel. Mooi. Dankjewel, hè. Ja, graag gedaan. Oké, dankjewel. We hebben nog 7 euro staan voor het water en de wijn. Kunt u die even afrekenen? Dus je krijgt nu een antibiotica-kuur. En totdat je die hebt afgemaakt, raad ik aan je te onthouden van seksueel contact. Dat was ik voorlopig ook niet van plan. Goed zo. Je hebt echt mazzel gehad. Want de meeste vrouwen krijgen helemaal geen klachten van chlamydia. Daardoor lopen ze er veel te lang mee rond. En dat kan leiden tot allerlei complicaties. En in extreme gevallen zelfs tot onvruchtbaarheid. Ga je nog vaak? Ja. Hoe vaker ik er ben, hoe meer ik in een reiger verander. Het is onomkeerbaar. Op een dag zal ik niet meer terug kunnen, dan blijf ik daar. Als reiger. Jeetje. Ja. Ze was zo eenzaam. Ze was zo verdrietig. Ze had gewoon een beetje liefde nodig. Zeg gewoon dat je het gedaan hebt! Kom er vooruit! Misschien heb ik haar wel de vaderliefde gegeven die ze bij jou tekort kwam. Dan moet je je bek houden! Nou, ik denk dat een toneelkijker voor mij een beetje te luxe is op dit moment. Denk het niet. Niet? Nee. Als jij de voorstelling niet goed kunt zien, dan heb je je kaartje eigenlijk voor niets gekocht. Toch? Ja. En als jij te krenterig bent en een kijker koopt die gelijk stuk gaat, dan is het gewoon weggegooid geld. Toch? Of ga jij naar de opera zonder toneel kijken? Ik heb geld nodig. Uit mijn bedrijf. 20.000 euro. Het kan meer worden. Ik heb je al eerder uitgelegd hoe het zit. Ik kan het niet voor je doen. Je kan toch wel een truc bedenken? Het is belangrijk. Maar alles staat op je vaders naam. Ik heb geen volmacht om zomaar geld uit te keren. Je kan toch facturen betalen? Ja, dat kan inmiddels. Nou. Maar alleen voor gemaakte kosten. Ja, dan stuur ik je een factuur en dan doe ik gewoon net alsof ik diensten heb geleverd aan het veilinghuis. Voor zo'n groot bedrag? Ja, nou en? Ja, dat is fraude. When the death of the queen was announced, it affected us all in its melancholy. There can be no doubt, of course, that criticism is good. For people and institutions that are part of public life. God, save the queen. Hey, moeder van Kiki. Dat is leuk. Ja? Mag ik alleen nog even tekenen? Mag ik ondertussen een handtekening van jou? Ja, voor mijn zoon. Sorry.